Weer een mooi resultaat. Wist je dat we dagelijks 50 tot 120 haren verliezen? Nu, dat is allemaal niet zo erg als die terugkomen, maar vaak blijven ze ook weg en word je natuurlijk kaler. Dat zorgt voor een deuk in het zelfvertrouwen van heel veel mensen. En gelukkig kan er vandaag de dag wel iets aan gedaan worden. Daarover praten we met Sabine Diele van de ProHair Kliniek. Hallo, dag Sabine. Dag Cynthia. Welkom. Ja, je hebt natuurlijk de transplantatie die heel veel mensen kennen. Inderdaad. Maar er is ook pigmentatie. Ja. Wat is dat dan juist? Microhaarpigmentatie is eigenlijk een niet-chirurgische oplossing voor mensen met haarverlies. Mm-hmm. Dus het is helemaal iets anders dan een haartransplantatie. Bij een haartransplantatie moet je ongeveer een jaar wachten vooraleer dat je het eindresultaat hebt. Mm-hmm. Door middel van haarmicropigmentatie heb je het resultaat binnen de maand en dan ga je eigenlijk kleine puntjes tatoeëren op de hoofdhuid, zodat het lijkt alsof dat mensen een geschoren hoofd hebben vol met haar. Ja. Je hebt daar een aantal mooie voor- en nafoto's van meegebracht, ja, om het duidelijk te visualiseren. Hier zien we dat, hè, want dat is vaak een probleem bij mannen, dat bovenop het hoofd eigenlijk het haar weggaat. Ja, inderdaad. Hè? Dus meestal zijn de mannen genetisch bepaald met haarverlies, jammer genoeg. En dat komt vaak voor op zeer jonge leeftijd. Mm-hmm. En inderdaad, zoals dat je zegt, geeft dat een zeer grote deuk op het zelfvertrouwen. En zoals deze persoon komt absoluut niet in aanmerking voor een haartransplantatie, omdat hij te weinig haar heeft. En de oppervlakte die behandeld zou moeten worden, is te groot. Vandaar dat de ideale oplossing de microhaarpigmentatie is. Dus zoals dat je ziet, gaan we de kale oppervlakte volledig pigmenteren, zodanig dat het mooi overloopt in het tonorgebied. En dan lijkt het alsof dat die persoon een volle haardos heeft, maar dan gemillimeterd. Dus dit noemen wij de shaven look. De shaven look, oké. Dus deze man kan sowieso geen transplantatie krijgen. Okay. We gaan nog eens een andere foto tonen om te laten zien hoe dat dan eruit ziet. Want dan moet je ook dat heel mooi natekenen, de haarlijn op voorhand allemaal inderdaad bepalen. Vanaf het moment dat je haarlijn terugwijkt, dan ga je er ook veel, veel ouder uitzien. En dat is natuurlijk ook een probleem bij de mannen. Mm-hmm. Dus eerst en vooral is het belangrijk dat we een consultatiegesprekje gaan inlassen. Dan ga ik alle voor- en nadelen bespreken. Tijdens de behandeling ga ik eerst de haarlijn tekenen en dan wordt dat ook besproken met de persoon in kwestie. En vanaf het moment dat de haarlijn getekend is, kunnen we eigenlijk de kale zones gaan opvullen door middel van duizenden puntjes te plaatsen. Ja, oké. Nu, dit is bij iemand die dan al zeer weinig haar heeft. Maar vaak is het ook met mensen die toch nog wel wat haar hebben, maar dan kale plekken vertonen. Ja, hè? Inderdaad. Dus mensen met uitdunnend haarverlies, zoals deze jongen bijvoorbeeld, ga je het tussen de haren pigmenteren, waardoor dat je eigenlijk de densiteit gaat verhogen. En dan lijkt het ook alsof dat hij meer haar heeft, omdat je eigenlijk het contrast tussen de hoofdhuid en de bestaande haren gaat kleiner maken. Ja. Maar dat lijkt eigenlijk of hij daar aan de rechterkant zijn haar geverfd heeft. Ja, dat is absoluut niet het geval. Nee, dat is enkel het resultaat van de microhaarpigmentatie. Dat is wel indrukwekkend, hè? Ja. Daar hebben we nog een voorbeeldje van bovenaf getrokken. Ja. Ook hier lijkt het of daar veel donkerder is natuurlijk. Absoluut. Het is nu wel enkel geschikt voor mensen met donker haar. Dus mensen met blond haar, grijs haar of mensen met rood haar, die kunnen we spijtig genoeg niet behandelen. Ah, nee. Omdat die pigmentatie niet bestaat. Nee. Ah. Ja. Nu, je zei er net dat het is alsof je een tatoeage aanbrengt, allemaal kleine puntjes aanbrengen. Is het dan ook effectief een tatoeage? Het is niet echt een tatoeage. Ten eerste, we gebruiken andere naalden. Mm-hmm. De naaldjes zijn natuurlijk veel, veel fijner en het zijn ook andere pigmenten. Dus je kan het niet 100% vergelijken met dat een tattoo. Zijn dan de naalden die jullie gebruiken? Ja, de links is de naald die wij gebruiken en rechts is bijvoorbeeld een tattoo-naald. Ja. Dus het is compleet iets anders. Ja. Maar het heeft wel hetzelfde effect. Het is ook iets wat blijvend is. Het is blijvend. Wij werken met semi-permanente pigmenten, dus die houden ongeveer 4 tot 5 jaar. Mm-hmm. Dus personen die een pigmentatie hebben gehad, die dienen om de 4 à 5 jaar een keertje terug te komen voor een touch-up. Een bijwerking. Dat is wel zo, Je hebt ook een filmpje meegebracht om te laten zien hoe dat dan in zijn werk gaat. Dan is dat pijnlijk? Ik mag niet zeggen dat het een wellnessbehandeling is. Geen hoofdmassage, nee. Geen hoofdmassage, want het is niet onder verdoving of zo? Nee, zonder verdoving. Oh. Ja. Maar je ziet, die persoon blijft rustig liggen. Ja. Dus, en het is niet dat het bloed of zo... Nee, bloed niet. Nee, absoluut niet. Nee. Maar dit is dus wel met haren nog, hè, dat we nu aan het zien. Ja, dit is om de densiteit te verhogen. Dus dit is tussen bestaande haren. Mm-hmm. En wordt dan ook de volledige hoofdhuid behandeld? Ja.
Ja, wordt op de volledige hoofdhuid behandeld. Dus naar gelang de kalende zones die moeten bewerkt worden. Mm-hmm. Dus ja, naar gelang de zones die moeten behandeld worden, ja, gaat de tijdsduur ook een beetje langer zijn. Dus ik zit daar toch wel meestal tussen de 3 en de 4 uur aan, ja, voor 1 behandeling. En mensen hebben steeds 3 behandelingen nodig. Dus dat is ook een verschil met een haartransplantatie. Dus eigenlijk op een maand tijd hebben ze hun eindresultaat. Want tussen de 1e en de 2e behandeling moet je 1 week wachten. Mm-hmm. En tussen de 2e en de 3e behandeling zitten 2 weken. Ah, ja, ja. Dus in een tijdspanne van 1 maand hebben ze echt wel hun eindresultaat. Ja, ja. Wat zeer, zeer fijn is. Ja. Nu, na zo'n 1e behandeling, is dat dan iets met, komen daar korstjes op of zo? Nee. Dus er is ook geen nabehandeling nodig. Het is niet invasief. Dus mm-hmm. je hebt ook geen nazorg nodig. Het enige waar mensen moeten op letten is dat ze 7 dagen na de behandeling de zon vermijden, niet gaan zwemmen in chloorwater en ook sport vermijden vanwege transpireren. Ja, inderdaad. Maar daarna kunnen die alles perfect opnieuw doen wat ze voordien deden. Ja, dus dat is geen enkel probleem. Zeg, wat zijn zo de leukste reacties die je al hebt gekregen van mensen die je hebt kunnen helpen? De leukste reacties, en dat geeft echt voldoening, is dat mensen zeggen, Sabine, had ik het eerder geweten, had ik het eerder gedaan. Mm-hmm. En ik vraag ook altijd, wat zijn de opmerkingen van uw omgeving? Want er gebeurt toch wel eigenlijk best wel iets ingrijpends. Ja. En de meeste opmerkingen dat mensen krijgen is, waarom scheer je je haar nu zo kort? Je hebt zoveel haar, waarom scheer je dat nu tot op 1 millimeter? Dat is wel een teken dat je het niet ziet. Dat hè? Is eigenlijk voor mij het mooiste wat iemand kan zeggen. En als je die oogstjes ziet fonkelen na 3 behandelingen, dat is een heel andere persoon. Mensen die opnieuw een haarlijn krijgen, je moet eerlijk zijn, die zien er direct 10 jaar jonger uit. Dus als je die oogstjes ziet fonkelen in de spiegel na 3 behandelingen, dat geeft echt wel voldoening. Ja, tuurlijk. Zeg, en je zei er straks al dat het vooral mannen zijn die bij jou langskomen. Maar kan het ook voor vrouwen? Meestal zijn het mannen, omdat die ook genetisch meer bepaald zijn om hun haar te die verliezen. Worden sneller kaal, ja, inderdaad. Ja. Vrouwen hebben ook vaak last van haarverlies, maar ja, dat speelt de haarkleur dan weer een zeer belangrijke rol. Dus vrouwen kunnen in principe, maar moet ik altijd wel een beetje nakijken naar de haarkleur. En inderdaad ook alopecia areata patiënten, dat zijn ook mensen die in aanmerking komen. En wat is dat dan? Alopecia areata, dat is een ziekte. Dan verliezen mensen volledig hun haar, ook hun wenkbrauwen, hun wimpers, maar ook het hele hoofdhaar. En dan kan je dat ook allemaal gaan pigmenteren, alsof dat het weer lijkt dat ze... Dus wenkbrauwen doe je dan ook? Of nee, wenkbrauwen doe ik niet. Nee. Ik concentreer me enkel op de puntjes. Ja. Ja. En dus dat blijft dan wel een aantal jaren goed? Ja. Hè? Dat is dan, 4 tot 5 jaar en dan hebben mensen een touch-up nodig. Dat is wel leuk hè, als je dan zo mensen gelukkig kan ja, maken. Ja, dat is superleuk. Ik maak elke dag mannen gelukkig. En ze betalen nu daarvoor. Dat ook nog. Nee, dat is wel echt superleuk. Ja. Dat is eigenlijk ja, de bevestiging van mensen. Dat is eigenlijk het leukste aan mijn job. Eigenlijk. Ja, heel fijn. Goed. Ja. Als mensen meer info willen of nog meer voor en naast willen zien, waar kunnen ze dan terecht? Dan kunnen ze altijd terecht op onze website. Mm-hmm. Dat is www.prohairclinic.com. En ze kunnen ook altijd vrijblijvend en gratis terecht voor een consultatiegesprekje, omdat dat volgens mij toch wel echt het allerbelangrijkste is om mensen op de juiste manier te informeren. Ja. Want ja, je hebt zo die transplantaties, daarvoor gaan mensen heel ver reizen soms, naar Turkije en zo. Maar dit is eigenlijk gewoon bij ons, hè, dat dit gebeurt. Dit is gewoon bij ons. En het grappige is dat heel veel mensen vanuit het buitenland naar hier komen om de microhaarpigmentatie te doen. Allee. En dat is wel best fijn. De wereld op zijn kop. Ja, goed, de wereld dank op zijn kop. Dankjewel, Sabine. Voor je uitleg nog heel veel succes. En jullie natuurlijk ook. Dank jullie wel om te kijken. Als je zelf nog iets wil weten, opmerkingen hebt of suggesties, dan kan je mailtjes sturen naar redactie@tvplus.be. Heel graag tot de volgende My Beautiful Life.